Mijn naam is Barbara, ik ben hoofdbar bij Haltrans Lounge en ik werk inmiddels al bijna 2 jaar hier. Hospitality is heel afwisselend werk, je komt heel veel met mensen in contact, je praat ook veel, je staat voor achter de bar, je bent echt bezig, het is echt hard werken. De eerste werkdag achter de bar vond ik heel leuk, ik voelde me gelijk al op mijn plek. Ze hebben bier leren tappen, ze hebben me heel goed begeleid. Ook ik heb kassa meegedraaid, het was echt heel leuk, ja, fantastisch. De band die ik met mijn collega's is heel fijn. Ik kan met allerlei vragen op hun terugkomen. Na het werken achter de bar gaan we altijd borrelen. Hier werkt ook mijn zus, een soort klein familie. Eigenschappen die je hebt nodig in de horeca is hard werken, goede band hebben met je collega's, sociaal zijn en aanpakken, ja. Welkom, wij nemen jou mee in de hospitality. Ga je mee? Ik ben Quinte, ik ben 17 jaar en ik werk als medewerker public service bij de Doelen. Ik ben Francis, ik ben 21 jaar oud en ik ben barhoofd. Voor mij is dit echt meer als een bijbaan, maar ik vind het echt super leuk. Want ik merk gewoon de afgelopen jaar dat mijn social skills is erg veel ontwikkeld. Voor mij is dit ook eigenlijk alleen een bijbaan. Het past ook fijn bij mijn studie en bij mijn sociale leven, want ik kan met vrienden werken en ik maak hier ook echt heel snel vrienden. Ik zou anderen aanraden om in dit vakgebied te werken, omdat elke dag wat anders is. Ik vind mensen persoonlijk heel leuk, omdat je lekker met hun kan kletsen en zo. Het is echt heel gezellig. Meestal na werk doe je nog een drankje met je collega's. Dus je krijgt echt gewoon een goede band met je collega's. Maar ik wil ook nog vertellen dat het natuurlijk niet alleen maar een restaurant is of niet alleen maar bij de Doelen. Maar je staat ook echt bij festivals of achter de kassa bij grote factory sales. Dus dat is ook wel echt heel leuk aan dit werk. De eigenschap dat je eigenlijk nodig hebt, vriendelijk, eigenlijk stressbestemmend. Je moet ook erg sociaal zijn in dit vak en gastvrij, zodat je de gasten ook wel een fijn gevoel geeft. Je ziet steeds wat anders en je moet steeds ook wat anders doen. Ja, ik zou zeggen work hard, play hard. Mijn naam is Adrie, ik ben werkzaam hier bij Easyfair als medewerker in de keuken, medewerker in de horeca, dus allround medewerker. De evenementen waar ik werkzaam ben, dat zijn zakelijke evenementen en consumentenbeurzen. Het is heel afwisselend. Ik werk achter een bar, soms wel eens kassawerkzaamheden. Ik sta ook in de keuken voor de catering. Je moet erg flexibel zijn. Hospitality voor mij is voornamelijk gastvrijheid. En het contact met de gasten, ik geniet daarvan. Ik krijg er energie van. Mijn ervaringen met Randstad die zijn echt heel positief. Ik heb een vraag en ik word in no time teruggebeld of geappt. De flexibiliteit die je hebt. Wat wij hebben met Randstad, wij kunnen onze voorkeuren opgeven qua diensten. Je kan natuurlijk werken in de weekenden, 's avonds. Ik zelf ben een aantal jaren gewoon in het diepe gesprongen. En ik moet zeggen, ik heb er geen spijt van gekregen. Het is hard werk in de hospitality, maar wel heel leuk. Randstad, dat werkt beter.